Michel Jansen, dezelfde beginvraag als vorige week. Hadden jullie verwacht na dit weekend nog bovenaan te staan? Ja, voorafgaan aan het weekend wel. Na de nederlaag uiteraard niet meer. Maar ja, dan zie je hoe raar het kan lopen en hoe verrassend voetbal kan zijn. Is er nog enige analyse op los te laten wat er het afgelopen speelweekend gebeurd is? Ja, aan de ene kant wel. Je hebt heel veel jonge teams. Alleen dat het allemaal in één weekend gebeurt, dat is wel heel extreem. Dus, maar je ziet wel dat alle ploegen toch redelijk wisselvallig zijn. Ja, dan kun je wel een klein beetje koppeling maken dat ook heel veel teams met heel veel jonge spelers spelen. Dus vanuit dat oogpunt is het wel te verklaren. Maar net wat ik zeg, allemaal in één weekend is wel heel extreem. Nou, je hebt een aantal spelers die wat meer door de wol geverfd zijn. En hopen dat die uiteindelijk een bepaalde rol in dat team op gaan pakken. Wat meer leiding gaan geven. En met name dit soort wedstrijden die je nu uit bij ADO verliest. Ja, dat je die toch gewoon goed over de finish weet te trekken. En ja, daar doe je dan een beroep op en je hoopt dat het uiteindelijk gaat werken. Als je praat over wat geroutineerde spelers, dan praat je over jongens als Rasmus, Toussaint, Andreas. Dat zijn wel jongens die wat meer door de wol geverfd zijn. En ja, hopen dat die in dat soort wedstrijden wat meer een leidersrol gaan oppakken. Het is niet zo dat ze het niet gedaan hebben, maar in specifieke wedstrijden waar het er echt om gaat, ja, hoop je daarop. Nee, het is absoluut geen verwijt, want dat zijn ook spelers die in zo'n rol moeten groeien. Dus uiteindelijk zijn er heel veel spelers weggegaan die rol min of meer hadden. Uiteindelijk hebben we nog een speler in onze selectie die eigenlijk iedereen al vergeten is, omdat hij al heel lang niet speelt, die dat als geen ander kan, Wout Brama. Dus nee, het is geen verwijt. Alleen ja, je hoopt wel dat ze uiteindelijk die rol over gaan nemen. Deze week hebben jullie ook een iets aangepaste trainingsschema gehad. Heeft dat ook te maken met de ontwikkeling van de ploeg? Of is dat iets wat jullie sowieso al wilden proberen, wat meer rust? Nou, in principe hebben we sowieso vaste trainingsweken. We zitten alleen nog een beetje op het moment dat we een wedstrijdschema hebben, zaterdag. Dan komen we ergens een klein beetje in de knel. En daar zijn we nu een beetje aan het kijken wat dan het beste is voor de groep. Dus deze week is dat ingevuld met twee vrije dagen. Het kan ook nog zijn dat we een keer zeggen maar één vrije dag en een aanloop van vier trainingsdagen na een wedstrijd. Dus dat is wel een beetje waar we op dit moment niet zoekende zijn, maar een beetje aan het uitvinden zijn wat misschien het beste is. Hoe staat de groep er op dit moment voor? Is iedereen fit voor de wedstrijd tegen NEC met uitzondering van de lang afwezige? Langdurig geblesseerd is iedereen inzetbaar, ja. Vorige week hebben jullie ervoor gekozen om een wisseling in jullie basiselftal toe te passen. Waarom was dat? Nou, niet zo heel onlogisch als je kijkt met name Shadrach, jonge speler. Dus een hele goede start gehad, zakte toch wat weg en dat is ook logisch. Op zo'n jonge leeftijd, zoveel wedstrijden aan het begin in de basis, dus oogde wat vermoeid. Dus Egan heeft wat dat betreft wat rust gekregen. Ook in de week dat de internationals twee dagen vrij hebben gekregen, heeft hij daar ook gehad om hem toch weer fris te krijgen. En dat ziet er weer vrij aardig uit, dus hij oogt weer frisser. Dus wat dat betreft heeft het voor ons gevoel wel goed gewerkt. Dus de kans is dan ook groot dat hij morgen weer in de basis staat? Dat is sowieso een optie, ja. Dan even over NEC. Hoe kijk je daar op dit moment tegenaan? Ja, moeizame start. Toch de erfenis toch vanuit het vorige seizoen hadden ze meegenomen. Toen kwam die hele langdurige reeks zonder overwinningen. Nou, dat hebben ze op dit moment doorbroken. Hun eerste competitieoverwinning sinds lange tijd. Daarna gelijk een goed bekerresultaat gepakt. Dus dat is een team die met redelijk wat vertrouwen deze kant op komt. En met een heel ander gevoel dan twee, drie weken geleden. Daarbij komt ook dat ze toch wat spelers erbij zijn gekomen. Dus dat vergt ook altijd wat tijd. En je ziet wel dat het echt meer een team aan het worden is onder de nieuwe trainer Anton Jansen.